Ja, dit is FCM, hè? Ja, ik ben op zoek naar een trainer, naar Dick. Even kijken, al kijkjes ze hem hebben. Ze hebben juist de trainer. Ja, trainer zelf. Hoe is het? Hallo, alles goed? Ja, zeker. Ja. Jij ook? Ja. Ja. Jij komt eraan. Groter is het, komt eraan, hè? Ja. Emmen Feyenoord. Ja. Laat eens even zien, waar zit Feyenoord dan? Feyenoord komt hier te zitten. Dit is onze gast. Oh, hier is de kleedkamer van Feyenoord, jongens. Nou, let even op. Dit is de gastenkleedkamer. Ja, oké. Nou ja, het is een kleedkamer zoals de kleedkamer eruit ziet, hè? Ja, hij loopt niet over van luxe, hè? Maar, nee. dat hoeft wel bij dat was voorzichtig uitgedrukt door de trainer. Ja, en dan, nou, douche daar. Dat is het. Hier komt Feyenoord te zitten. Nou, Feyenoord, daar hebben jullie dat vast gezien. Ik moet je voorstellen dat Van Persie hier zit. Van Persie zit daar dan. Kan ik me voorstellen. Ja. Hé, hey, Robin, zie je het? Daar zit je dan. Zo, op je bankje. Ja. Ja, nou gaan we even kijken waar Emmen zit. Kijk, die zit even een stukje verderop in de gang. Ja, oh! Kijk! Dit is onze eigen kleedkamer. Ja, die ziet er wel leuk uit. Ja. Dat vind ik een leuke kleedkamer. Kijk, hier is dat Emmen op de deur. Ja. Kijk. Ja, dus. En die jongens allemaal met hun namen. Met kastjes. Met namen, met kastjes. Dat staat er allemaal opgeschreven. Hier, kijk maar even mee. Hier, kijk maar even mee. Ja. Deze is ook helemaal verbouwd. Ik vind hem oké. Ja? Kleedkamer van Emmen, ja, ik vind hem leuker dan ik dacht. We gaan rechtsaf de kleedkamer uit. Ja. Gaan we hier wachten met beide ploegen. Beide ploegen. Die gaan hier wachten voor de deur. En dan gaan we hier zo, hup. En lopen we zo het veld op. En dan gaan we het veld op. Nou ja, moet je horen. Ja, dan is het stadion is uitverkocht. Stadion is uitverkocht, ja. Ja, dat is wel prachtig om te zien, hoor. Wat het met de mensen gedaan heeft in Emmen en omstreken. Die zijn echt helemaal los. In de Jupiler League hadden we denk ik 3000 man gemiddeld. Ja. En er zitten nu 8500. Iedere twee weken. Ja, je lacht. Maar ik laat het nog even zien. Ja. Kunstgras. Ja. Nee, we hebben de intentie om dat weg te laten halen. Zeker gezien de huidige discussie in het voetballandschap. Proberen wij ook zo snel mogelijk terug te keren naar echt gras. Maar Feyenoord gaat wel op kunstgras nog even. Ja. Dus dat is in hun nadeel natuurlijk. Ja, dat weet je nooit. Ik denk dat zij sowieso in het voordeel zijn. Ze hebben nou een keer betere spelers dan wij hebben. Oh. Dus die moeten... Oh. Ja, nee. Oh, daar gaan we al. Vind jij dat niet? Daar gaan we. Vind jij dat niet, zegt hij. Ja, nee, dat vind ik ook wel, ja. Weet je, wij proberen elke week punten te halen. Ja. Maar wij spelen meestal tegen ploegen die beter zijn dan wij zijn. Ja, dus dat maakt het wel extra moeilijk. Nou, als ik jou zo hoor, dan is die kans niet zo groot dat Emmen van Feyenoord gaat winnen. Nee, dat is jouw interpretatie. Ja, maar goed, dat lijkt me nogal logisch. Nee, ik zeg gewoon dat wij minder kwaliteit dan Feyenoord hebben. Ja, alleen dat zegt niet altijd iets over winst of verlies. Nee, oké. Dus wij gaan echt wel onszelf optimaal voorbereiden. En gaan proberen om die punten hier te houden. Toch? Ja, natuurlijk. Noem eens een uitslag dan, als je dan toch zo positief bent. Dat vind ik wel mooi, kom op. Wat zullen we zeggen? Ja. 2-1? 2-1 voor Emmen. Ja. Ja, waarom niet? Nee. Nou, alles kan in voetbal. Daar gaan we voor. Alles kan in voetbal. Ja. Ja. Dus niets is onmogelijk. Nee. Nee. Nou, dan gaan we daarvoor. Doen we. 2-1 voor Emmen. 2-1 voor Emmen. Goed, jongen.